hoor, Barendrecht, Mika Gouwman. De vaart, dan laat jullie horen, Ivan Grote. De woepers, Rick Schakeraad. Kampen dan, Ryan Hartman. Voor Rijswijk, Billy Spike van Bemmelen. De Bissingcrossers, Rocco Meenhuis. Alright, en voor Nuland als laatste stel ik aan u voor, Steve van Schijndel. Finale, mooi zo zijn. Dan gaat het finale misstaan. Meneer eerste beurt onder Billy Spike van Bimmel is daar onderuit gegaan. Wie is er meer onderuit gegaan? Voor de vaart, Ivan Grote volgens mij. Ja, en zo liggen er nog twee. Maar gaat u zo dadelijk vertellen, van Nuland is er ook iemand eruit. Zou dat Steve van Schijndel kunnen zijn? Dat zou maar zo kunnen. Dat zou wel bijzonder jammer zijn natuurlijk, want die rijdt tot nu toe. Ja, Steve van Schijndel inderdaad zit daar ook bij. Dat is jammer en zo zijn de kaarten helemaal anders geschud dan verwacht natuurlijk. Alle boekmakers krijgen denk ik ongelijk. Eens even kijken wie er wat allemaal meteen aan de rijden. Dat is dan nummer 221, Rocco Meenhuis. Meenhuis is de man die kan profiteren, de Mission Crosser. En dan is het voor het Dream Team ook nog iemand die kan profiteren. Dan ga ik u vertellen wie dat is. Dat is man plaat nummer 100, 201. Dat is niemand minder dan Dennis McNeil voor de Wheels. 207 is het nummer trouwens. Het is in ieder geval Rocco Meenhuis die hier aan de leiding gaat. En hij heeft zicht op de finish. Hij pakt een overwinning in de categorie Boys 8 jaar.